Oké, Elsa, daar gaan we weer. Wie ben ik dan? Anna of Elsa? En jij bent? Oké. Moet je dan niet zingen, Let It Go? Oh, dat is niet jouw Let It Go hoor. Dat is mama's Louis Vuitton sjaal. Daar gaan we niet overheen lopen, gekkie. Waar heb jij die nou weer vandaan? Alexis, moet je niet zingen dan van Let It Go? Nu terug. Laat het los. Laat het gaan. Nee. Nee, mama. Even deze opzij. Zo. Let it go. Can. Oh-oh. Oh jee, ik ga je helpen, Elsa. Gaat niet goed, Anna. Komt goed, Elsa. Ik doe hem weer om bij je. Niet Lego maken. Momentje, ik ga het oplossen. Denk je, Anna? Alsjeblieft, Elsa. Oh-oh. Oh. Anna. Oh, sorry. Ik zal hem even goed doen. Je hebt helemaal gelijk. Oh. Oké, zo. Oké. En in het Engels? One. Three, four, six, eight, ten. Goed hoor. Heel goed. Doe nog eens tot 10 tellen. 10. Dat ging goed. Ja, daar zijn ze ergens. Maar ik zie ze niet. Happy weekend. Neus, en dan wordt ze wakker. Nee, niet doen. Alexis slaapt. Slaapt echt. Ik ben wakker. Oh, ben je wakker? Wat vind je er van Alexis op het balkon in bad? Lemon. Oh, lemon.
Ik weet niet. Hoppatee. Goed, Alexis. Oké. Papa en oma op het ijs met Alexis die voor het eerst schaatsjes aan heeft. En mama vindt het heel spannend. Ik durf er niet op. Ik doe mijn schaats aan. Goed hoor, Alexis. Oh, handig. Wow. Hé, wat is dit? Ik heb je. Goed hoor, Alexis. Toch nog heel eventjes op het ijs gestaan op loederschaatsen. Maar dat zijn de hockeyschaatsen en dat is niet aan mij besteed. Maar ook niet aan oma, die heeft het ook even geprobeerd. Jammer! Maar Alexis, die gaat als de brandweer. Wij weer. Hele lekkere wijn. Mijn lievelingspoelieve mee is het kurk. Heeft het kurk. Echt? Ja, 100%. Oké, nou, gooi maar weg dan. Jammer. Doe dan maar dat andere flesje. Lang en dus extended Valentijnsweekend gehad. En Alexis was uit logeren bij opa en oma. Dus dat was heel rustig voor ons. Maar we missen haar alweer. Dus we gaan haar ophalen nu. En dan eten we gezellig eventjes bij mijn ouders. En onderweg naar de auto hebben we even de brievenbus geleegd. En toen zat er echt een super schattig kaartje in de bus. Ik weet van wie die is, van Marcia en Gregor. Geboortekaart, eindelijk, van kleine Mila Poppy. Die ondertussen al gewoon een hele grote baby is. Ik ga hem even openmaken en dan zal ik hem met jullie delen. Want het is echt de origineelste, ja, de origineelste geboortekaart ever. Past helemaal perfect bij Marcia en Gregor ook. Allereerst, kijk dit even. Mila heeft gewoon haar eigen postzegels. Kijk ze nou zitten. Marcia en Gregor. Zo cute. Marcia en Gregor hebben dus allebei wat tatoeages. Waaronder deze. Volgens mij een raketje of een ruimteschip. Of een planeetje. Of allemaal. En deze ook trouwens. Die dino hebben ze. Dus dit zijn volgens mij al hun tatoeages. Die ze hebben. En daar zit dus kleine Mila Poppy tussen papa en mama in het ruimteschip. Hey, good morning, good morning. Ik heb dus al de hele ochtend dit kleimasker op, althans een paar uur. Het is zelfs nu zo droog dat het helemaal wit uitslaat. Maar ik was het dus oprecht eventjes vergeten, want ik was gewoon lekker thuis aan het werk. Slash mama dagje...
Nou ja, niet op kantoor in ieder geval. Ik heb een paar dagen een soort van vrij gepland op kantoor. En Alexis wel naar de opvang gebracht. Zodat ik eventjes wat dingetjes in huis kon doen. En wat e-mails. Dus ik zat gewoon lekker thuis te werken. En er werd net een pakketje bezorgd. En ik heb gewoon zo de deur open gedaan. En met die man staan praten. En toen kwam net ook mijn schoonmaakteam hier thuis. En daar sta ik ze ook gewoon mee te kletsen. En op een gegeven moment loop ik langs een spiegel. En ik denk echt, oh mijn god. Wat moeten zij wel niet gedacht hebben. Maar goed, het trekt enorm. Dus ik snap niet waarom ik het was vergeten. Maar ik ga het in ieder geval nu eventjes eraf halen. Maar wat een dag. Het is trouwens, ik zei net good morning. Maar het is al lang weer middag. En ik heb heerlijk opgeruimd in huis. En daarna kwam dus het schoonmaakteam. Dus alles is weer helemaal netjes. En ik ben bij met het wasgoed. En ik ga dus deze week een spring cleaning doen. Ik ga dus heel mijn kast leeghalen. En dan oudere collectie van Josh V uit mijn kast halen. En dan weer nieuwe collectie erin. En ook eventjes kijken wat voor spullen ik nog meer in mijn kast heb liggen. En die ga ik dan weer verzamelen, weggeven aan vriendinnen / goede doelen. En misschien wat dingetjes nog naar een sample sale van Josh V tegen de tijd dat dat weer mag. Want een opgeruimd huis en een opgeruimde kast is voor mij een opgeruimd hoofd. En daar had ik eventjes behoefte aan. Dus, en ik was zo druk afgelopen weken, maanden met Josh V en dan elke dag op kantoor. Ik heb ook een heleboel, afgelopen jaar zijn er 9 nieuwe mensen gestart bij Josh V, geloof ik. Dus er was gewoon veel te doen. Dus ik heb heel veel in meetings gezeten op kantoor en ik liep gewoon wat achter met een heleboel dingen. Dus ik wilde eventjes een paar dagen vrij nemen. Ik heb natuurlijk net 2 superleuke dagen achter de rug met Nick. Toen hadden we echt vrij genomen. Dus afgesproken samen niet op onze telefoon en laptop te zitten. En Alexis was dus een nachtje slapen bij mijn ouders. Oh ja, ken je dat verhaal van dat stel die dus heel romantisch hun dochtertje van 2,5 bij opa en oma brachten, zodat ze lekker tot rust konden komen en samen romantisch konden dineren en lekker een drankje konden drinken en dan de volgende ochtend uitslapen. En dat dus dan de partner, niet ik, maar de ander, vergat zijn wekker uit te zetten, waardoor alsnog ik heel vroeg wakker was. Dat dus. Not funny at all. Ik was echt vet geïrriteerd met Nick. Maar goed, die zette zijn wekker uit en hij kon weer slapen en ik dus niet. Dus eindelijk in maanden was Alexis er zeg maar eventjes niet. Dus dan wil ik natuurlijk optimaal gebruik maken van mijn nachtrust en uitslapen. Want zelfs in het weekend is dat natuurlijk niet echt optimaal. En toen gebeurde dit. En ik dacht echt, hoe kan je dit nou vergeten? Maar goed, dat is dus typisch een man die dus wel slaapt, die er gewoon minder last van heeft. Maar goed, om diezelfde reden moet ik dus af en toe eventjes mezelf oplappen. Dus vandaar even een maskertje en die ga ik er dus nu afhalen, want ik ben alweer veel te lang aan het kletsen met jullie. En ik wil door. Tot later.
eventjes een late lunch. Het is ondertussen alweer 3 uur 's middags geweest. En dan nog eventjes een paar mailtjes. En dan ga ik Alexis ophalen van de opvang na deze productieve dag. Zo, Alexis die is even heel goed aan het helpen met koken. Ik denk dat dit wel genoeg pasta is voor jou. Nee, zoveel. Wil je nog meer? Ja. Wow, oké, nu is het wel genoeg. Dit is genoeg voor Alexis. Ik denk wel echt heel veel al. Ja, okay. Heel veel. Heel veel. Want, ik weet niet die. Ja, maar ik moet er eerst nog water bij doen. Ik zal er even water bij doen. Oeh, lekker. Wow, lekker. Wat zei je net over de pasta? Is dat jou? Jouw lieveling? Mijn lieveling. Lievelingseten. Lekker pasta. Goedemorgen zonder zorgen. Ik zit er weer klaar voor mijn sportsessie met mijn personal trainer Arie. Dus ik ben nu even een goed ontbijtje aan het eten met lekker veel zout. En ik heb al heel veel gedronken vanmorgen. Banaantje voor de energie. Dus kan niet missen. In principe moet alles nu goed gaan, vind ik. En daarnaast mag ik vanmiddag even langs de internist waar ik heel erg blij mee ben. Dus ik heb een doorverwijzing gekregen. Wegens al mijn vreemde dingen die ik de laatste tijd heb. Dus los van de slapeloosheid. En gaan we eventjes helemaal mij binnenstebuiten keren. Wat ik heel erg fijn vind. Om te kijken of er een aanleiding is voor de issues. En dan hopelijk komt er iets uit. Of eigenlijk, misschien hoop je ook wel dat er niks uitkomt. Maar in ieder geval als wat uitkomt, dan kan je er in ieder geval iets aan gaan doen. En anders zal ik me er gewoon bij moeten neerleggen dat ik en een chronisch B12 tekort heb en slecht slaap en dat mijn zicht steeds slechter wordt en dat ik een lage bloeddruk heb en dat ik steeds last heb van een hormoonhuishouding die compleet van slag is. Dus ik hoop dat er iets uitkomt en anders dan ga ik alternatieve manieren zoeken om mijn gezondheid te verbeteren. Ik ben in ieder geval blij dat ik wel nog steeds ga sporten. Ondanks dat ik dus echt wel last heb ervan tijdens het sporten. Van al die dingen. Dus dat mijn oren echt dichtklappen. Super vervelend. Want je voelt je echt, nou ja, voelt echt heel relaxed. Dus we hebben besloten nog weer wat rustiger aan te doen. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Want spier- en krachttechnisch kan ik harder gaan. Dus het is een beetje kies of delen. Goed, blijf de knieën naar buiten duwen. Eerst rustig naar beneden. En duw. Zo. Nou, het ging eigenlijk best wel goed. En pas op het aller eind klapten mijn oren dicht. Bij de laatste oefening. Dus ik ben best wel happy en trots. En ik heb nu eindelijk weer eventjes binnen kunnen sporten. Ik zag wat vragen voorbij komen. Ook via DM waarom ik in de garage train. Maar dat is om verschillende redenen. Het is geen openbare garage, maar een privégarage. Dus er rijden niet super veel auto's de hele tijd langs. En het is er lekker koud. Dus dan zweet je wat minder. En dan heb je minder het gevoel dat je kapot aan het gaan bent. En Alexis kon natuurlijk niet naar de opvang. Dus die was hier boven met de nanny. En als ik dan ga sporten, ja, dan raak ik natuurlijk opeens afgeleid. En Alexis wil dan eten op mijn schoot. En haar gewicht kan ik er nu eventjes niet bij hebben. Ik heb het al zwaar genoeg met mezelf. Dus er komt een periode dat ik mezelf kan opdrukken met Alexis op mijn rug. Maar nu nog niet. Deze keer konden we opdrukken vanaf de bank. Zo, en dan moest ik met mijn borst hier dit kussentje induwen.
Nou, met moeite. Maar het is al wel weer lager ook dan de motorkap van Ali. Dus we zijn van mijn motorkap naar Ali's motorkap naar mijn bank gegaan. Maar ik heb sinds tijden heb ik weer lekker lopen zweten. Yes, dus dan heb ik echt het gevoel alsof ik mijn best heb gedaan. Dus nu begint mijn ochtendritueel opnieuw. Dus ik ga eventjes lekker douchen. En dan me klaarmaken voor de rest van de dag. Alright, ik ben bij het medisch centrum. Dus ik ben benieuwd welke arts of specialist ik tegenover me krijg. En of ze mij een keertje serieus gaan nemen. Jullie kennen mijn geschiedenis met de zorg. Het loopt bij mij eigenlijk zelden goed af. Dus dat ik überhaupt deze doorverwijzing heb gekregen is al een overwinning. Maar het is altijd maar afwachten wie je dan vervolgens tegenover je krijgt. Dus ik hoop echt dat ze goed naar me gaan kijken. Keep you posted. Zo. Nou, dat ging goed. En ik geloof dat ik op 20 verschillende dingen gecheckt ga worden. Dus ik heb het gevoel dat dit de goede kant op gaat. Er werd goed naar me geluisterd. Ze heeft iets van een half uur de tijd genomen, de arts, om alles aan te horen. En om gericht, zeg maar, te kunnen gaan onderzoeken. En er staan nu weer 2 afspraken voor in de agenda volgende week. Zo ben je er wel lekker druk mee. Maar op zich ben ik dus tevreden met hoe het wordt aangepakt. Ik ben benieuwd of er gekke dingen uit gaan komen. Ik heb in ieder geval een heel voldaan gevoel nu. Omdat ik er bovenop zit. Gezondheid is gewoon heel belangrijk. En dat het sporten ietsje beter ging vanmorgen. Daar ben ik ook heel erg blij mee. En sorry, jullie zitten waarschijnlijk helemaal niet te wachten op zo'n uitgebreide gezondheidscheck-up van mij. Maar goed, dan weet je ook dat bij mij echt niet alles perfect gaat. En dat ik ondanks alles ook gewoon lekker doorga en positief blijf. En dat kan. Dat kan gewoon. Zo, ik heb net eventjes wat boodschapjes gedaan. Goed, Josh, wat doe jij allemaal als je vrij hebt? Nou, dan ga ik lekker boodschappen doen, wasjes draaien, mijn huis opruimen, mijn kast opruimen. Yep, heel origineel. Ik denk dat ik echt de enige ben op de wereld die daar dan zin in heeft en die daar rustig van wordt. Ik ga even de boodschapjes uitpakken en dan ga ik aan mijn kast beginnen vandaag. Ik ben volgens mij echt de enige op heel de wereld die boodschappen doen leuk vindt. Trouwens, dekstro gekocht. Dat was een tip van Ali, van mijn personal trainer. Zodat als ik me niet helemaal lekker voel, dat ik dan even een dekstrootje kan nemen, druivensuiker. En ik nam dat vroeger wel eens. Super lekker. En ik las ook in de reacties wel van een paar mensen tips dat ik dit kon nemen. Maar ik vind boodschappen doen dus helemaal niet erg. Ik vind dat dus echt zo chill om lekker door de supermarkt te lopen langs al die schappen en zonder na te denken en allemaal lekkere dingen in huis te halen. Ik word daar dus echt heel erg blij van. En nou heb ik dus een ander idee over lekker dan Nick en de meeste mensen. Maar ik heb ook deze gehaald, want ik moet dus meer zout eten. En deze jongen, die heb ik laatst op mijn verjaardag gegeten. Althans laatst, 100 jaar geleden toen ik nog mocht. En die zijn lekker, niet normaal, ovenbaked. Heel erg lekker. Ga ik straks stiekem snacken. Ik heb ook wat repen gehaald. Die zijn echt ook alles behalve gezond. Het ziet er allemaal heel gezond uit in de verpakking. Dat is het echt absoluut niet. Don't be fooled. Het is echt een en al rommel. Maar die leg ik in mijn auto voor als ik haast heb. Of ik heb weer eens een keer zonder dat ik het door had mijn ontbijt overgeslagen. En dan heb ik altijd in ieder geval iets
om naar te grijpen. En dit had ik ook gezien als reactie van iemand onder mijn kroeg. En dat vond ik echt een super goed idee. Bouillon als tussendoortje af en toe, want er zit natuurlijk lekker veel zout in. En het is eigenlijk ook hartstikke lekker. 4 uur, kippensoep. No spon. Ook lekker en handig als tussendoortje met zeezout. Hey, goedemiddag. Het is vrijdag en ik heb nog steeds vrij. Dus ik heb vanmorgen de hele ochtend gewerkt. Shocking. En ik was er nog niet eens aan toegekomen, aangezien ik toch vrij ben, om me aan te kleden. En ik ga nu eventjes heerlijk uitgebreid in bad. Proberen eventjes niet te werken. En dan vanmiddag ga ik weer verder met mijn spring cleaning. En dan trek ik dat het weekend nog door. En dan hoop ik dat ik maandag met een hele frisse nieuwe kast. En dus een hele frisse nieuwe start aan mijn week kan beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Hebben jullie trouwens mijn nieuwe collectie gezien? Die is namelijk van de week gelanceerd. Gisteren was dat? Gisteren. En hij is, of course, fantastisch. Hij is echt niet normaal mooi. Dus ik zou zeggen, ga eventjes kijken. Mijn producten worden morgen bij mij thuis bezorgd. Ik kan niet wachten. Of misschien zelfs vandaag. En die ga ik lekker uitpakken. Want net als jullie, ik moet ook echt wachten tot het online staat, zeg maar. Om verdeeld te worden. Dus ik kan af en toe natuurlijk een sampletje pakken. Maar nog leuker als ik het echt van mezelf thuis in huis heb. Dus ik heb mijn bestelling meteen gisteren geplaatst. Dus die is onderweg naar mij. Het is tijd om mijn vloggen weer af te sluiten op deze super zonnige, mooie vrijdag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken deze week. En sorry, het is een iets rustigere en saaiere vlog dan normaal. Want ik was natuurlijk gewoon vrij. Maar toch leuk dat ik alsnog eventjes deze enerverende week met jullie kan delen. Alright, ik zie jullie volgende week. Happy weekend everybody.